De grootste hondenvriend van Nederland is terug met een nieuwe uitvinding. Eerder bedacht Arjen Berendsen uit het Gelderse Zelhem al ijs voor honden, bier voor honden en ook pizza's voor honden. En vanaf nu kunnen viervoeters ook terecht bij hem voor een patatje, doggy fries. We hebben die gemaakt op basis van aardappel en mais. En eigenlijk is dat gemaakt omdat we hier 15 kilometer van de Avicul-fabriek hebben. Dat we dachten, nou, dan gaan we ook eens hondenfriet maken. En dat is mooi gelukt. We hebben een dierenspeciaalzaak. In het verleden was hondenbier gemaakt. Je hebt hondenpizza's en hondenijs. En daar hoort elk in dat rijtje, vonden wij hondenpatat ook tussen. Doggy fries. Wat is de volgende stap? Nog geen idee. Dat wachten we even af. Er zit wel wat in het vat, moet ik eerlijk zeggen.